Marinus van Uden, al 42 jaar dit speciaal zaakje in de Lange Nieuwstraat. Wat is jouw geheim? Het geheim is denk ik dat je een beetje een eigenwijze instelling moet hebben om een zaak zoals dit te hebben. Dat je dus niet mainstream een volger bent, maar probeert altijd een beetje je te onderscheiden en een beetje goed op de trends te letten. En in die jaren ben ik een paar keer geswitcht. De verlichting is weliswaar een constante, maar aanvankelijk zat ik er ook met gele meubels. En toen ik merkte dat het minder werd, was ik het eerste die daarmee stopte. En toen ben ik in de jukeboxen gegaan, ook een hele nieuwe tak. En ook weer als eerste gestopt, toen dat minder werd. En de verlichting is eigenlijk altijd een constante geweest, omdat ik het plafond altijd vrij had. Dus vanaf dag 1 had ik lampen. En uiteindelijk is dat de core business geworden. Heb je geen last van online? Uiteraard zul je dat best wel hebben. Alleen dat is een ander type ondernemer. Dat zijn mensen, ja, we noemen dat dozenschuivers. Die krijgen iets binnen en die sturen het naar de klant. En dan moet de klant het verder maar zien. En als je dus, zoals ik, veel service geeft en veel advies, dan ben je op een andere manier bezig. Dan bind je de klanten ook. Ja, ja, service. Ik herinner me een verhaal van jou over het Spoorwegmuseum. Dat was ook heel apart. Daar verleende je ook heel veel service. Ja, dat hoort denk ik bij deze branche. Je moet, het eindresultaat moet uiteraard altijd goed zijn. Maar bij verlichting luistert dat heel precies. En bij het Spoorwegmuseum had ik een carte blanche gekregen van de architect en van de directeur. Bedenk maar iets en zorg maar dat het conform de tijdsgeest is. Nou ja, als je zo'n opdracht krijgt, dan ga je zelf je stinkende best doen, want dan moet het allemaal uit je eigen koker komen. En als ik zo'n project doe, dat duurt dan maanden, dat waren 247 lichtpunten, dan mag tot de laatste dag mag alles terug. Als het niet goed is, mag alles terug. Marinus, heb jij last van de coronacrisis? Niet echt. Alleen ik merk wel dat de horeca momenteel niet investeert. Die kunnen niet investeren. En dat was een heel groot onderdeel van mijn zaak. Cafés, restaurants. Met name dus de grotere horeca. Particulieren hebben een tijd lang hun neus niet laten zien uit angst. Ik merk dat nu mensen komen die eigenlijk een jaar geleden al een lamp hadden willen kopen. Dus die hebben uitgesteld gedrag. Maar dat komt wel weer goed. Maar de horeca is momenteel low profile. Ik heb bijvoorbeeld recent een pop-up restaurant gedaan in de Munt. Ja, dat kost dan niet veel, omdat het allemaal voor de time being is. Kijken of het lukt. Maar echt uitpakken is er momenteel niet bij. Eén lamp waarvan je zegt van nou, die wil ik eigenlijk niet kwijt? Oh, dat heb ik helemaal niet. Ja. Ik heb helemaal niets wat ik zelf wil houden. Gelukkig. Nee, nooit gehad. Nee, dan zit je jezelf in de weg als ondernemer. Ja. Nee, ik heb wel lampen die heel representatief zijn. Alleen, ja, elke lamp heeft die ik koop, die moet ik zelf mooi vinden. Als ik zo'n lampje neem. Dit vind ik een hele mooie lamp. Dit is een mix, dit is een jaren 20 lamp. In de meeste steden kreeg je pas in de jaren 20 elektrisch licht. Maar hier hebben ze een touch gegeven, een beetje klassiek, met die guirlandes. Zie je? Dit is deco, dat vlas. Zo'n lamp in een hal, in een huis van mensen die niet de concessie willen doen om een hele over de top lamp te willen hebben. En die komen dan vaak op zoiets uit. Dan blijf je in de tijd. Dan heb je een eerlijke lamp. Maar nogmaals, alle lampen hebben een eigen verhaal. Wat zijn de belangrijke dingen voor een ondernemer? Dat hij erg veel energie in zijn zaak stopt. Je moet dus eigenlijk altijd klaarstaan in je zaak. En je moet proberen om elke klant het naar zijn zin te maken. En je bent pas tevreden als de goede lamp op de goede plek hangt. En dat betekent dat de klant altijd centraal staat. En dat je ook niet dat je eigen wijsheid opzij moet zetten soms. Want je hebt natuurlijk een heel duidelijke kennis en mening. Alleen er zijn vele wegen naar Rome.